dat ik de vertrouwelijke informatie die ik in mijn werk krijg alleen voor dat werk mag gebruiken. Nieuwe medewerkers van de gemeente Nieuwegein leggen de Amsteed af. Nog niet zo lang geleden deed burgemeester Marijke van Beukering datzelfde. Ik ben op 5 juni hier in de raadzaal, heb ik de gelofte afgelegd. En dan ben je het ook echt. Dan krijg je de keten omgehangen en je legt die eet af. En dan realiseer je, ja, nu ben ik burgemeester van Nieuwegein. En dan moet je meteen aan de slag. De gemeente leren kennen, veel mensen ontmoeten, de raad voorzitten en ingewikkelde beslissingen nemen. Als het er eentje moet zijn, dan ga ik denk ik toch voor het explosief. Voor een deur die wij hebben gehad hier in Nieuwegein. Waarbij we ook ervoor hebben gekozen om het pand te sluiten. Dat heeft echt wel impact. Ik moet er niet aan denken dat je 's nachts op bed ligt en wakker wordt geschud eigenlijk door zo'n ontploffing. Maar burgemeester zijn betekent ook je bezighouden met minder gewichtige zaken. Het meest recente was toch wel de intocht van Sinterklaas. Ja, dat zie je altijd op televisie en je ziet al die burgemeesters dat doen. En nu mocht ik daar zelf staan, dus dat was wel echt een van de hoogtepunten. Maak we snel een... Tot zover het afgelopen jaar. Door naar de toekomst. En die ligt bij de jongste Nieuwegeiners. De burgemeester gaat graag langs bij de scholen in haar gemeente. Daarnaast zal ze zich veel bezig gaan houden met veiligheid en criminaliteit, waarin Nieuwegein grote opgaves liggen. We kunnen aan de ene kant wat doen aan veiligheid, maar volgens mij is het veel belangrijker dat je wat doet aan de bestaanszekerheid. Dat mensen zeggen, ik heb genoeg inkomen om van rond te komen en ik kan dus ook meedoen aan Nieuwegein, aan onze samenleving. Van crimefighter tot voorleesmoeder. Wauw, riep kleine snuf. Burgemeester van Beukering zal het in 2024 beide zijn. En dan moet ze ook nog op zoek naar een huis in haar gemeente, want dat heeft ze nog niet. Kortom, het wordt een jaar dus met een volle agenda. En een leuk jaar, ja. Zin in? Heel veel zin in.